Hey. Zo. Ging je avondeten, Do? Hij mag van mij wel uit de pan eten, maar hij mag niet heel de pan meenemen. Jeetje, man. Hoi en welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is alweer de derde vlog van onze vlogs over Nieuw-Zeeland. We zijn op dit moment in het noordelijke gedeelte van het Zuidereiland. We lopen nu naar Wakarariki Beach. Wakarariki Beach. Ik ben nooit zo goed met namen. En we gaan de komende dagen nog naar Farewell's Pit. Spit. En nog naar heel veel andere plekken hier in het noordelijke punt van het Zuidereiland. Dus dat ga je allemaal zien, deze vlog. Eva die gaat haar grootste wens waar maken als het goed is. Ze wil namelijk nog eens een... schaapei. Een Nieuw-Zeeland schaap. Daar bij het hek zitten er vijf. Ja, maar kijk. Ik ga langzaam. Oké, ik kijk wel van afstand. Ik kan altijd nog gaan werken als herdershond. We staan vandaag op een gratis kampeerplek. Er zijn er niet heel veel in Nieuw-Zeeland, maar hier en daar is er wel één te vinden. En ik vind dit denk ik tot nu toe een van de mooiste plekjes, toch dan? Ja? Het is, we hebben zo'n mooi plekje aan een soort van de zee. Met stenen en zo. En de wind is nu een beetje gaan liggen. Dus dan kunnen we lekker buiten zitten in de zon. Zeker. Wat dus heel erg opvalt in Nieuw-Zeeland is dat ze heel erg veel verschil hebben tussen eb en vloed. In Nederland zie je het soms niet eens of is gewoon het strand een stukje groter. Nou, dat is in Nieuw-Zeeland echt onmogelijk. Want als het hier namelijk eb is, dan is het land gewoon in één keer 10 keer groter. En daar zijn we. Bij de zee. En dan denk je, hoe lang heb je eigenlijk gelopen? Nou... daar, dat hele kleine puntje daar, dat is onze camping. En zelfs mijn telefoon denkt dat ik flink in de zee sta. Het regent, onze tent wordt heel erg nat. De weerapp heeft tegen ons gelogen. Het zou heel mooi zonnig zijn vandaag, maar het heeft de hele nacht geregend. En het regent nu nog steeds. Het regent zo. En het wordt nu ook zo cruciaal dat onze tent aan het begeven is. Dat is onze tent. Zal die blijven staan, Do? Ja, ik hoop het. Het is toch maar zo hard. Oh, dit is echt de kutste dag tot nu toe. En ze hadden zo mooi weer voorspeld vandaag. Het is heel even droog. Dus we gaan nu naar de Farewell's Pit. We wilden eigenlijk een lange wandeling gaan maken, maar gezien het weer houden we het op... de lookout point. We moeten een stukje naar boven en dan gaan we eens kijken of het wat is. Dat dunne strookje is dus het noordelijkste puntje van het Zuidereiland. Thank you.
meter lang. En loopt helemaal daar tot het einde. Daar staat een vuurtoren. Maar dan kun je dus alleen maar komen met een georganiseerde tour. Of met het vliegen. Het is tijd voor hete chocolademelk met slagroom en marshmallows. Past stiekem niet in ons budget, maar ach. Soms je zelf eens even trakteren. Zeker op zo'n regenachtige dag als vandaag. Oh, shit. Een marshmallow verdrinkt. Het is tijd om sportief te gaan doen. Het is tijd voor een lange wandeling. We zijn nu hier in het Abel Tasman Nationaal Park. En we gaan heel dit rondje lopen. Dat gaan we niet in één dag doen, want het is 23 kilometer. Maar we gaan het opdelen in 2 dagen. En dit is de plek waar we vannacht gaan overnachten. Dus we hebben nog een stukje te lopen. Okay, let's go. We doen vandaag de iets simpele route en morgen doen we de ingewikkelde route. Dan gaan we over een heuvel van 400 meter en het schijnt advanced te zijn. Ik reken mezelf niet als advanced, maar Dominique wel. Gaan we dan. Hoe kom je daar nou weer bij? Vandaag pakken we het makkelijk aan met zo'n 8 tot 10 kilometer te lopen. Dat kunnen we wel doen. Zeker wel. Kijk, die mensen achter ons, die zien er vet profi uit. Ja. Dus die tassen en zo. Maar houden zij hun water dan? Waarschijnlijk hebben ze zo'n waterslangetje of zo. Change of plans. Ik krijg hier via een klein A4'tje te horen, te lezen, dat een cruciaal deel van onze route is afgesloten. En daardoor kunnen we dus geen rondje meer lopen. Dus dat wordt toch 2 keer over de heuvel. Alvast een kleine tip voor als je naar Nieuw-Zeeland komt. Check altijd goed hoe de routebeschrijving is, want het verandert nog wel eens in Nieuw-Zeeland. En toen zaten we weer in de auto. Ja, we hadden toch niet zo heel veel zin om die heuvel 2 keer te gaan lopen. Want dat is natuurlijk niet echt het idee van een loop. En daarnaast zouden we de hele kust, wat het mooiste gedeelte is van het Abel Tasman, niet echt kunnen zien. Dus hebben we besloten te annuleren. En gelukkig kon dat. En zo'n hut kost dus best wel veel geld. 80 Nieuw-Zeeland dollar voor ons samen, wat ongeveer 60 euro is. Ja, dus het is dan een beetje zonde om iets te gaan doen wat eigenlijk niet helemaal is de bedoeling was en wat we wilden. Dus wat we nu waarschijnlijk gaan doen is een klein stukje lopen. En dan proberen of we vanavond weer met het comfort mee terug kunnen om 5 uur. Dan gaan we weer richting de bewoonde wereld en dan kijken of we daar kunnen slapen. Dus we gaan het meemaken. Niet alles zit mee tijdens de wereldreis. Nee, zien jullie dat ook weer eens. Ja. Nou, Nieuw-Zeeland is ook wel. Vaak zijn er ook wel wegen afgesloten. Ja, ik word er echt moe van. Dus daar is nog wel werk aan de winkel voor Nieuw-Zeeland. Het is je misschien al opgevallen dat het Abel Tasman Park best wel een Nederlandse naam heeft. En dat klopt ook, want Abel Tasman was namelijk de eerste ooit die Nieuw-Zeeland ontdekte. Was gewoon een Nederlander, kwam aan met zijn schip hier. Alleen doordat er nogal wat miscommunicatie was met de toenmalige bevolking van Nieuw-Zeeland, de Maori. Sorry, ik loop hier even over een. Maar omdat er nogal wat miscommunicatie was tussen de toenmalige bevolking, de Maori en Abel Tasman, werden een aantal crewleden van Abel Tasman vermoord op zijn schip. Dus die man dacht van we zijn lekker welkom hier, niet dus, we gaan er snel weer vandoor. Dus dat deed hij ook. Alleen de Nieuw-Zeelanders hebben dat nooit vergeten dat Abel Tasman hier als eerste was. En daarom hebben ze dit park naar hem vernoemd. Duurde trouwens nog wel een paar honderd jaar voordat de volgende Europeaan Nieuw-Zeeland ontdekte. En dat was namelijk de beroemde James Cook. Nou, we springen lekker van de hak op de tak in deze vlog. We zijn inmiddels in Westport. Dat is een plaatsje aan de westkust van Nieuw-Zeeland. En we zijn iets heel goeds aan het doen, toch?
We zijn het milieu aan het redden. We zijn namelijk de beach clean-up aan het doen. Ons hostel organiseert 1 keer per maand een beach clean-up. En dat was toevallig vanavond. Het is niet alleen maar hard werken, want over een uurtje hebben we een heerlijke barbecue. En gratis bier. Dus, ja, maar we doen het vooral natuurlijk omdat het goed is. Ja, we zijn ook heel goed bezig. Kijk. Wat is dat buisje? Dat is een haarlakbuisje. Oh, dat nou op het strand. Ja, weet jij het? Ja, hoe gaan we dit nou in die zak krijgen, Eva? Jij was de winnaar met de velg, toch? Ik denk dat ik de winnaar ben met dit. Jee. Dan. Ons werk, hè? Ons werk. Heel goed, hoor. Zo, nou daar zijn we weer. Jij hebt het niet gemerkt, maar we hebben even 2 dagen helemaal niks gedaan. Nee. Tenminste, we hebben wel heel veel gedaan. Zoals aan de vlog gewerkt en websites gewerkt, van alles. En we weten weer hoe belangrijk stroom is. Als je 2 weken lang niet een normaal stopcontact hebt, is het echt heel fijn als je weer alles kunt opladen. Zeker. En dat betekent douchen ook heel fijn. Ja, en dat betekent dus ook dat we deze camera even niet meer hoeven op te laden met onze powerbank. Hebben we gewoon weer helemaal vol opgeladen. Gewoon in stopcontact, dus we kunnen voorlopig ook weer vloggen. Yes. En dat gaan we dus ook weer doen. We hebben hier een kaart van het Zuidereiland. En we zijn nu, je kan die goed zien denk ik. Hier is Westport. En we zijn nu een klein stukje naar beneden. We zijn nu vlakbij Charleston. En daar gaan we nu een goldmijn, hoe noem je het Nederlands? Goudmijn. Goudmijn bezoeken. Want hier is deze regio bekend om, heel de Westkust. Er was vroeger allemaal mijnen. En laten wij ons ook eens verdiepen in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. Dus we gaan dat nu even bezoeken. En deze heeft ook een hele leuke naam. Ja, ik weet alleen niet precies hoe. Mitchell's... Gully Goldmine? Oh ja, Gully Goldmine. Ja. We hebben net uitleg gekregen van... de eigenaar van deze goudmijn. En hij is dus nog steeds actief in de winter. Dan zoeken ze hier nog steeds naar goud. Denk je dat het een rijk man is, Do? Hij toonde ons een goudblokje. Dat hebben we helaas niet kunnen filmen. En dat was ongeveer, denk ik, zo groot als dit. En hij zei dat dat dus 96,9% goud was. Dus dat mogen ze geen puur goud noemen. Maar dat kleine blokje goud, wat trouwens best wel zwaar woog, dat was al 6000 Nieuw-Zeeland dollar waard. Wat ongeveer neerkomt op 3600 euro. Als dat zo'n klein stukje is en wij kunnen dat vandaag vinden, dan... Let's go. Geen tijd te verliezen. We zijn nu bij de pannenkoekenrotsen. Wat mij betreft tot nu toe een van de mooiste plekken die we hebben gezien aan de Westkust. En het is niet zo heel gek dat ze de naam pannenkoekenrots hebben gekregen. Want als je namelijk goed kijkt, zie je dat het bestaat uit allemaal laagjes. Waardoor het eigenlijk gewoon lijkt op 1 grote pannenkoekenstapel, maar dan van steen. En wetenschappers weten eigenlijk nog helemaal niet zo goed hoe de stenen zijn gevormd. Maar wat ze wel weten is dat op een dag de zee de stenen weer zullen meenemen en dan is er niks meer van te zien. Maar dan kunnen we in ieder geval zeggen dat we de foto's nog hebben. Nou, we zijn weer op de kampeerplek. Het nadeel van kamperen is dat je elke dag je tent weer moet opzetten. En het was in het begin wel leuk, maar op een gegeven moment wordt het een beetje saai. Oh, en dan ben ik alles kwijt. De steen die fungeert als hamer. Deze. Nou, dan gaan we maar weer, hè. Hey, hey, hey.
zo. Ging je avondeten dan? Hij mag van mij wel uit de pan eten, maar hij mag niet heel de pan meenemen. Jeetje man. Kijk uit hoor, hij gaat weer naar onze pan pakken. Nee, dat doet hij denk ik niet. Het is echt een stiekem beest. Om een of andere reden sluiten wij de vlog altijd af op het moment dat we aan het eten zijn. Deze keer eet de vogel. Maar we gaan de vlog afsluiten, want hij is weer veel te lang geworden denk ik. En we gaan nog veel meer doen. Dus doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Laat een reactie achter wat je er überhaupt van vond. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zien we je denk ik volgende week weer. Toch Do? Ja, tot volgende week. Doei.